Goedenavond. Het afschaffen van de dividendbelasting staat op losse schroeven. De omstreden belastingmaatregel kost 2 miljard en was bedoeld als lokkertje voor bedrijven, omdat het gunstig is voor hun aandeelhouders. Maar vanochtend kwam er een kink in de kabel. Het Brits-Nederlandse bedrijf Unilever gaat toch niet het hoofdkantoor in zijn geheel in Rotterdam huisvesten. Premier Rutte vertelde vanmiddag wat dat betekent voor het belastingplan. In Den Haag, Ron Vreese. Ron, wat bedoelt hij opnieuw wegen? Het kwam dus vanochtend door Unilever, die met het bericht kwam dat het toch niet één Nederlands bedrijf wordt met een hoofdkantoor in Rotterdam. Nu hebben ze er nog twee. Eentje in Rotterdam, eentje in Londen. Ron, we zagen dus al eventjes premier Rutte, maar hoe viel dat besluit sowieso in Den Haag vanochtend? Er komt 2 miljard vrij, want dat zou het gaan kosten. Gaat dat dan naar andere dingen? De Amsterdamse recherche heeft al voor de beschieting van het Panoramagebouw een tip gekregen. Die ging over een van de drie mannen die vandaag voor die beschieting terecht stonden. Woensdag is er een landelijke actiedag voor de slachtoffers van de aardbeving en tsunami op Sulawesi. Radiozenders en tv-programma's besteden de hele dag aandacht aan de ramp. Het officiële dodental liep vandaag op naar bijna 1600. Morgen wordt definitief besloten over de benoeming van kandidaatrechter Brett Kavanaugh. Het kabinet heeft vandaag de eerste voorstellen gedaan om te komen tot een klimaatakkoord. 3 tot 4 miljard per jaar kost het. Maar het is nog onduidelijk wat het gaat betekenen voor mensen en bedrijven. In de zoektocht naar nieuwe vormen van energie moet Nederland opnieuw de grond in. Op zoek naar grondstoffen, maar ook naar schoon drinkwater. De Geologische Dienst kwam vandaag met de nieuwe kaart van de Nederlandse ondergrond. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar twee mensen die strijden tegen seksueel geweld in oorlogsgebieden. De Congolese arts Dennis Mukwege en Yazidi-activist Nadia Murad. Gaan we naar het weer. Wat een lekker weer was het trouwens, Marco. Het was inderdaad weer genieten. Hè? En morgen is nog zo'n dag, dus wat dat betreft begint het weekend in ieder geval. Dit was het NOS Journaal van 6 uur. Het kabinet gaat nog eens kijken. Nu 1 vandaag met Roos Mogré. Heel fijne avond.